Welkom bij Nieuwe Ravagemakers en Makkers. Ik ben Jelle de Bok en naast mij zit zoals gewoonlijk Kim Lano. Dat klopt. Dag Maarten, zeg ik. Jelle. Ja, Maarten is hier ook weer, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, Maarten zit weer in het publiek. De technische ondersteuning, inderdaad. Ja. Zijn er trots op mij dat ik deze keer wel de juiste naam heb gezegd van de podcast? Ik heb niet eens opgelet. Heb je echt zitten reclameren dat ik niet Ravagemakers en Makkers heb gezegd? Hè? Dat is waar, maar in dit geval... Het is wel zo, we hebben hier nu ook een scherm met Ravage op, maar de bestandsnaam van die video geeft Makkers en Makers. Ging je dat niet zeggen, ik, dat was een easter egg. Oh ja, easter egg. Te laat. Toch easter egg voor 10 seconden. Voilà. Dus, maar kijk, toch, ik ben heel blij. Ik ben heel blij, Jelle. Hoe is het met u trouwens? Stabiel. Voilà, dat is het enige juiste antwoord dat ik kan verwachten op die vragen. Fantastisch. We zitten trouwens van een keer door omstandigheden, niet in de zetel, maar aan tafel. Klopt. Valt het mee of zit je toch liever in een zetel? Ik zit liever in een zetel, maar ik moet zeggen, we zitten hier wel naast een hele serieuze persoon, dus dat komt wel goed. Ik ga wel in de juiste setting zitten. We zien het al. Een beetje ASMR bij. Hallo. Okay. Het zou inderdaad onze podcast niet zijn mochten we geen gast hebben. Deze keer is dat een journalist die geen 2 seconden kan stilzitten. Graag jullie applaus voor Xander Kottes. Dank u. Dank u, dank u. Welkom, Xander. Alles va? Stop het. Op los. Dat gaat nog verder, hè. Ik ga dat niet monteren, hè. Dat niet doen. Zo kijk, grappig zijn. Dan ga ik hier gewoon zo wat stop te zijn tegen. Maar hoe gaat het? Hoe gaat het met jou? Ja. Ja, druk de laatste tijd. Dus dat is fijn. Klopt het dat je geen 2 seconden kunt stilzetten? Toch zeker 20 minuten. Dus het klopt niet. Maar echt, voor het films... Ja, dan moet ik wel even pauzeren. Dus in de film zit ik in Epolis of zoiets. Ik ben nu laatst 1917 gaan kijken en dan wordt het wel moeilijk. Ik voel dat wel. Maar mij zo 7 keer gaan verzetten en dan is dat momentje weer gepasseerd. Ja, de mensen hebben dat ook graag, als jij zo 1 keer verzet. Ja. Ja. En dan kan je zo door de gang lopen. Dat is dan echt expres, is like de drugsbevolkte... Hebben we zeker ergens in het midden van achter gaan zitten, ja. Maar dat er nogal zeker 6 mensen zitten. Ja, zet u maar daar. Zo, is het de eerste keer dat je in aanraking komt met een podcast? In aanraking? Kom. Ja. Nee. In die zin, ik heb al podcasts bekeken, uiteraard. Ja. Podcasts bekeken ook echt? Ja, maar dat is ook iets heel raars. Het is zoals hier. Podcasts. Maar ik weet het ook niet. Dat is omdat uiteindelijk was een podcast denk ik te saai op zich. En dan hebben ze er maar beeld bij geplakt. Maar echt een podcast beluisterd? Ooit, ja, heel lang geleden. Toen de vogels nog te voet gingen en de dieren spraken. Toen. Bij Thomas staat op. Toen ik lager onderwijs studeerde, dat is ook zo'n 8-9 jaar terug. Toen was nog Thomas de Soete, die samen met Linde Merpel presenteerde. En die hadden op het einde van de week dan een soort van podcast. En dat duurde even lang als de treinrit van Tielt naar Anzichem. Dus ik had dat dan telkens op mijn gsm gezet via een enorm systeem. Want iTunes, ja, dat kon nog niet op uw gsm. En ik herinner mij nog, ik denk dat er was mega vertraging. Onze trein was dan heel uit elkaar gevallen en dus moesten we met een bus. Dus iedereen op elkaar geduwd op die bus. En ik was aan het luisteren en dat was een kwee nieuw goeie mop. En ik keiluid aan het lachen op die bus en iedereen, kerel, iedereen zit er in miserie. Die bus heel aangedampt en stinken en doen en al. Mensen die in miserie naar huis willen. En toen heb ik wel gemerkt dat podcast je beter thuis beluistert. In plaats van tussen gefrustreerde reizigers op een soort van vervangbus. Mm-hmm. Dus ja. Okay, maar heb je zelf ook nooit een gemaakt dan? Een gemaakt? Nee. Okay. Alleen radio. Dat is maar live, daar zijn ze vanaf. Ja, voilà, dat verbaast me inderdaad, want je bent een geschoold audiojournalist, hè? Ik heb videojournalistiek gestudeerd, maar ik heb mijn stage bij M&M gedaan en een radiozender opgestart op school. Dus een beetje van alles. Ja, en dan mijn eerste job was bij een krant. Dus ik heb de volledige... Je ging alweer richtingen uit eigenlijk. Ja, overal. Ik vind audio of radio in een zin heel mooi, omdat live creëert de wereld. Want als je luistert, heb je maar 1 zintuig. En dan moet dan een soort van wereld vormen. En dat vind ik zo heel mooi aan radio. Je hebt ergens niks. En, je neemt het gewoon binnen. En daar wordt dan wereld gecreëerd in je hoofd. Nee, dat is prachtig dat je zoveel liefde hebt voor audio. Ja, en stress je ook? Of viel dat toen nog mee voor je? Of... Ça va wel. Als je weet wat dat je doet. Toch? Maar ja...
En wist je wat je deed? Het is zoals fietsen, hè. In het begin is het heel stressig, maar een keer dat je ermee weg bent, ja, dan komt er kunst, hè. Nee, diep, hè. Prachtig. Nee, maar dat klopt wel eigenlijk, dat hij kunst heeft gemaakt. Dus ik heb een paar keer nu oude projecten zitten doorgaan. Oh nee, is het nu het moment dat ik het thee ga halen dan? Ik heb wel een paar mooitjes gevonden. Eén iets dat niet is gepubliceerd geweest, dat schijnt dat jullie het Leugenpaleis proberen na te doen. Oh god, ja! Oh, ik weet op geen 100 uur nog dat gaat, maar ik weet... Ah, nee. Ik ben nu wel echt benieuwd. Gaan we dit beluisteren nu? Nee, ik heb het al niet staan. Dat is het. Oh, is het echt? Nee, ik heb die staan. Ah, kut. Kunnen we het gebruiken binnen de podcast anders? Dat mensen het nu gaan horen en we er dan op intikken of zo. Ja, maar ik weet zelf niet meer waar dat ging. Ik denk, we hadden sowieso in onze radio-uitzending een vaste rubriek van een kuisvrouw. Charmijn of zo. En ik denk dat zoiets is dat wij daar verder op gebouwd hebben. En altijd maar verder. Ik heb ooit ook nog... Maar we hebben heel veel vreemde dingen gedaan, maar misschien komt er nog van alles. Waar voor dat mag? Het Leugenpaleis, ja. Maar daar zou ik echt niet meer weten hoe dat in elkaar zit. Spijt dat je dat niet hebt. Nee, ik had het niet... Nee, ik had niet... En van wie komt het? Van Robin? Ja. Tuurlijk, ja, want het is met hem dat ik het gedaan heb. En Robin is wie? Robin, een collega, student. Ja. En daarmee heb ik dat ooit gedaan, maar ik weet niet meer wat of hoe. Ik weet zelfs, want dat gaat zo ver eigenlijk, in alle zotternijen, dat we zelfs een lied gemaakt hebben voor onze bachelorproef. Dat is eigenlijk absurd. We hadden een vlog en die vlog moest afgesloten worden met iets. En dan hebben we maar een lied verzonnen en dat was dan de babvlog. We hebben dat opgepakt in de studio, bij ons op school. En gebruikt telkens op het einde van de vlog. Dat is echt hilarisch. Heel veel dingen gedaan. Ik heb zo een indruk dat we gewoon een Twitter of zo gaan moeten opstarten, waarbij dat we al die extra shit misschien, na de podcast daarop droppen. Ja, alle links naar de babvlog. Voilà. Dat gaat u zoveel fans opleveren, jongen. Nee, ongetwijfeld. Die miljoenen mensen die vandaag kijken. Absoluut. Hallo. Ik heb wel nog iets anders mooi opgeschreven. Ons dorp Anzegem. Je hebt daar een aantal dingen gemaakt van geluiden, geluiden van buiten. Oh god. Dat is geniaal. Het begint met een kort geluidsfragmentje van een of ander random geluid. En jij maakt er dan een verhaal rond. Ja. Wat echt prachtig was. Okay. Ik denk, mijn allereerste stukje dat ik gemaakt heb was op 11 november. En dat was het klokgelui van de kerk. En dan een willekeurige madame die haar vent kwam bezoeken op het kerkhof. Ik denk dat dat was. Maar wat heb ik nog allemaal gedaan? Ik denk, jonge hasjes op een voetbalveld. Ik heb een heel aantal dingen gemaakt. Totdat ik dan begon te werken bij de krant van West-Vlaanderen. Dat had ik daar geen tijd meer voor. Maar dat was wel een goede premisse om te starten. Een geluid en daarna het verhaal dat eraan vasthangt. Ik probeer ze nu een beetje boven te halen. Mee dat ik even... Maar die geluiden die je dan dus gebruikte... Ja. En het verhaal dat je er dan bij plakte... Die zijn gelinkt aan elkaar. Ja. Het gaat over het geluid dat je hoort. En dat moest wel een typisch geluid zijn van op de buiten. Iets wat je in de stad niet zou horen. Want dat was eigenlijk de bedoeling. Hoe verkende wij een gemeente op een heel andere manier? Door te luisteren. Want dat doen mensen altijd maar minder. Hè. Gewoon eens stilstaan en even luisteren. Wat hoor ik nu allemaal? Heb je dat dan gedeeld met mensen of zo? Of was dat gewoon puur voor jezelf om wat te experimenteren met audio? Of? Ook. Maar dat is een vak, hè. Een vak waarbij dat je een beetje een soort van zelfontwikkeling moest doen. Ik weet niet meer hoe dat heet. Binnen journalistiek. En dan moest je eigenlijk zelf een aantal projecten starten. En dat is één, maar ik heb veel projecten gedaan, ze. En daarbij is dan ook nog een video gekomen. Een hart voor Anzegem. Mensen die vrijwilligerswerk doen in Anzegem. Ik denk dat ik dan begonnen ben met de Rode Kruismannen en toestanden. Ja. Het is niet zo duidelijk. Ik heb het ondertussen teruggevonden. Ik heb er een paar gemaakt. Dus... misschien gaan we eentje laten horen en dan zullen we Op de podcast monteren en dan kunnen we nu live dingen. Welke heb je liefst? De taart vandaag, Studio Foca, Kermis van Anzegem, Ivan Beel. De Kermis van Anzegem, maar dat is eigenlijk ook wel nog een verhaal. Hè. Kermis, dat is wel veel meer. Daar komen we straks over. Ivan Beel, wat is dat? Wie is die man? De reuzen van Anzegem. 20 jaar geleden liep ze nog door de straten. Waar zijn ze nu naartoe? Oh god, ja. Nee.
Nee. Dat, maar, dat was een vrij... Dat was, ja, dat was een beetje canvas. Een beetje canvas. ja, we kunnen de voetbal anders laten horen. Hè. De voetbal? Ja, dat vind ik nog een geestige. Dat is 5 minuten, ja. Oké. Oké. We moeten na 7 uur geraken. We gingen ergens een record verbreken. Ik probeer het. Maar nee, dus nu inderdaad Xander met SV Anzichem. Het geluid van Op den Buiten door Xander Kottens. Ja, kijk, je ziet hij nu ook. Als er geen voetbal, al die jongens zijn, zijn thuis voor de laptop. Hè? Ja, ja. Nu is het dan zien, hè, in de kou. Hè? En het zijn er nou. Hè? Hoeveel jeugdspelers zijn we? 242. 242, dus dat zijn toch 242 die in alle doen. Allee, die in de zouden daar zeker 2 uur uit de zeker komen. Hè? En toen nog 2 keer trainen. Dus waar, ze doen altijd wat, hè. Marc-Antoine en Michel Eekhout hebben een hart voor voetbal en meer precies voor SV Anzichem. Ik doe nu 2 jaar en een beetje hier met het onderhoud van alles en al wat. Maar Michel doet dat al 40 jaar. Ja, officieel ben ik 42 jaar SV Anzichem. Maar officieus is er 55. Hier al veel mee mag dat. Oh ja, dat is liefde voor de voetbal. Ja, met mij zit er voetbal dat is. Ja, dat is heel mijn leven zo meegaan. En dat zou heel te verblijven. En van mezelf is hetzelfde. Anders doe je dat niet. En de bestuursleden ook. Als je een bal hebt, niet, komt het bestuur niet. Ja, ja, dat is zo. Dus je komt dan van voetbal uit. Ja, wacht. Als je van voetbal niet houdt, doe je dat niet. En nou, hier vraag je wel dat niet. Dat is natuurlijk niet. Zijn die nog het centrum uitgeluid de supporters thuis? Niet geweldig, dat wel uitgeluid. Nee. Niet van roep me en naar wie eruit mogen en al dat een paar nou zijn er geen thuis. Roept het dan mee? Roept het dan mee? Oh ja, daar vind ik het uit te komen. Vroeger wel. Oh ja, dat heb ik eerlijk gezegd. Maar ik een bros niet langs te leggen. Vroeger. Ja, dit was een klein teasing tale van Geluid op den Buiten, SV Anzichem. Ik vond het geweldig. Echt voor al de mensen die erin voorkomen. Ja, dat echt zijn... Puur West-Vlaanderen, hoort dat. Dat zijn twee mannen die dus het grasveld aanleggen. Hè. Die hebben ongeveer tezamen een volledig gebed. dat kun je ook horen. Nee, als die samen liggen, dan komen die compleet. Schitterende zoele stem, hè, jongen. Boy voice-over, inderdaad. Xander Kottens. Door Xander Kottens. Ja, ik weet niet. Ik was nog heel erg zoekend op dat moment naar mezelf, mijn innerlijke stem. Nee, ja. En ik heb dus die stukjes, en dat herinnert mij nu plots weer. Ik heb nu een aantal stukjes, en ik ga eens gewoon naar het rusthuis gaan, en ik ga die gaan voorstellen aan die bejaarden. Dat is wel leuk voor die gasten, dat gaat wel in de namiddag. Dus ik ga naar het bejaardenthuis gebeld in Anzichem. Ik heb daar gevraagd, kunnen daar een uurtje reserveren voor mij? Ik had mijn grote box meegepakt, mijn laptop knagesloten. En al die mensen werden dat zo binnengerold, zo kan dat ze 3/4 lag al te slapen, als ik nog niet begonnen was. En ik ben zo goed en wel bezig, hé. Introotje en dan laat ik mijn stukjes kunnen horen. En altijd maar meer mensen vallen in slaap. En ik had mijn oma en opa meegenomen. En dat waren zo de eerste mensen die nog echt aan het luisteren waren. Zo echt, ja, heel goed. Oh, heel leuk gedaan. En plots, ik denk dat ik al een goed half uur bezig was, staat er een mens recht en die loopt weg.
naar de cafetaria erachter. Maar dat is eigenlijk gewoon een muurken. Dus dat staat volledig open. Dat gaat niet tot aan het plafond. Dus je kunt alles horen wat er ook in de cafetaria gebeurt. Ik hoor zo achter mij dat madameke roepen tegen die van de cafetaria. Dus het zie niet weer. En ik stond daar nog. Oké, goed, prima. Dus ging al mijn stuk uitgedaan. En dan kwam er een van de verpleegsters naar mij. Ja, bij zei dat hij daar het wie niet van begrepen heeft. Hè. Maar ja, goed, de stukjes ertussen maar, geest ervoor na te luisteren. Oké. Goed. En dus nu ben ik accordeon begonnen met leren, om dan toch iets deftigs te kunnen doen voor die bejaarden. Maar wat een kutbejaarde zeg. Ik kan dat dus wel horen. Hè. Sindsdien een dingo gekregen van bejaarden eigenlijk. Nu doe ik ze. Als ik de kans heb. Oh, maar wat een afgang echt. Maar ik vond het wel geniaal. Geniaal. Ik vond het mooi. Ja, ik absoluut. Ook. Want tot dan. Ja. Want het is zo puur. Het is zo echt ongedwongen gesprek. Voilà. Ja, absoluut. West-Vlaams. Gewoon een West-Vlaming. En heel grappig dat hij toch op een of andere manier... Want West-Vlamingen praten heel erg moeilijk over gevoelens. Binnenfretters noemen we dat dan. Dat die vent dat toch nog zoiets heeft van... Ja, we staan hier heren. En je voelt dan alles wat hij zegt, dat hij daar heel zijn leven en zijn tijd verspeeld heeft en dat hij dat wel heel graag doet. Ja. Je gaat het zo niet zeggen, maar hoor het wel. En dat vind ik het mooiste eraan aan West-Vlamingen dan. Ja, bij audio mensen ongedwongen en ongegeneerd laten babbelen over zijn passies lijkt me veel makkelijker daarbij dan bijvoorbeeld bij video. Heb je zeker. Dat ook? Ja. Radiojournalisten hebben het veel gemakkelijker, zeker voor Foxpops of wat dan ook, dan videojournalisten. Sowieso, met een cameraman of met een camera in hun gezicht worden mensen heel erg zelfbewust. Dan beginnen die op van alles te letten en heel vreemde dingen te doen en ja, of Putting mensen zeggen gewoon... beginnen praten. Ja, nee, maar... Ja, dat is dat. Ja, maar zeg maar gewoon, het was Vlaams, gelijk dat je er zit, hè, daar net. Ah, oh, ja, maar dat... Ja, maar dat is toch van televisie? Ja. Nee, maar doe maar gewoon. Ja, maar hij stelt die vragen zo proper. Ik zei, ja... Het is mijn job. Ja, we worden betaald. Dus dat een beetje. Ja, maar mensen die ook gewoon weglopen dan. Ja, maar veel te lelijk, moet mij niet trekken. En ze lopen, hè. Oké, goed, de volgende dan. Dat is soms absurd welke situaties dat je tegenkomt. Nee. Ja, ik wil nog één projectje van u tijdens school belichten. Ah, trouwens, oh, ik heb dat juist niet gezegd. Ja, een beetje laat, maar het wordt tenminste gezegd. De link naar de volledige stukken van ons dorp, dat wordt beneden. Ja, moeten we dat dan recht in de camera zeggen? Deze is hier al kapot. Ja, alles kun je terugvinden op het internet. Ja. Voilà. Hier. Okay. Hier. Of rechtsboven. Ergens. Bij de X of wat? Die rode X. Rechtsboven, ja. Rode X. Ja. Voilà. Ja, het laatste project dat ik tijdens de schooltijd, want deze was ook tijdens de schooltijd, hè? Ja, ik heb heel veel gedaan. Ja? Maar ik had ook heel veel tijd over. Op een of andere vreemde manier heb ik erin geslaagd om af te studeren en veel tijd over te hebben. Want ik heb ook in mijn eerste jaar en in mijn laatste jaar voltijds, in het weekend vooral gewerkt voor de krant. Mm-hmm. Heb ik er dan nog bijgenomen. Maar ja, ik weet niet, ik had gewoon veel tijd over. En heb je ooit andere hobby's gehad dan media in het algemeen? Of? Media? Ik denk het niet. Nou, de Radio Sam is begonnen toen ik eigenlijk nog lager onderwijs studeerde. En dat heette dan Radio Peda. Wel, Peda, dat is zo gewoon een soort van West-Vlaamse naam voor een soort van klooster waarin je kon slapen tijdens de week. Een soort van kot, maar dan met 1000 man tezamen. Nee. Een home, nee, hoe noem je het hier? Een internaat of zo. Ja, maar dan zo weer dat niet. Maar dat is het vergelijkbaar. Ja, voilà, dat. Dus daar is dat eigenlijk begonnen. Dan heb ik dat gewoon meegenomen naar journalistiek. En die hadden daar een studio staan en dan dacht ik, ah, ideaal. Die hebben dat hier. Dus eigenlijk, ja, nee, video's maken altijd al. Ik denk dat we, denk in het lager heb ik ooit een klein videocameraatje gehad. En daarvoor hebben wij ooit nog, ik en mijn broer, we hadden een bewakingscamera. Een draadloos. Dus we moesten in de prijs steken en dan kwam dat zo in een bakje toe. En dat via een of andere prijzen van in de Aldi, konden we dat aansluiten aan ons computer. En dan via een trieste programma, je kon daar zo 7 effectjes op zetten. En dat tussenstukje was eigenlijk bedoeld voor uw cassettes. Te digitaliseren. Mm-hmm. Dus dat was gewoon van een cassetterecorder naar, maar we hadden daar gewoon die camera op aangesloten. En dan konden wij opnames maken van ons journaal en dan hadden wij een soort van zo'n whiteboardje achter ons en dan hadden wij daar een klok op getekend.
7 uur, voilà. Het nieuws daaronder gekriebeld. En dan hadden we 6 hoofdpunten. En die kwamen vaak gewoon vanaf de vloer daarnaast. Want daar lag onze Lego-stad. En daar gebeurde dan een keer een accident of het een of het ander. En dan gingen wij live naar Henter. Bestaat er daar nog iets van? Is dat ergens nog te vinden? Ik weet dat niet. Ik heb er echt geen gedacht van. Ik hoop van wel. Ik hoop ook van. Ik denk dat mijn pa echt nog ergens stukjes heeft staan. Waar we er ergens zo'n brand kenden. Zo 2 auto's op elkaar en zo'n pompierwaantje dat toe kwam. Man, het zat er al van vroeg in gebakken, hè, jongens? Duidelijk. Ja. Tjonge, jongen. Dus, ja, het is er juist al een keer gezegd, maar Radio Sam, dat is zot, hè. Het is eigenlijk begonnen... Dat is niet normaal. Heb ik gehoord, mijn uitzending voor Music for Life, op school. Allee, bij Artevelde dan. God, buiten het lager onderwijs gedeelte. Wel, ja, dus daar is eigenlijk gestart. Radio Peda was dat dan. En dan hebben we dat meegenomen, is dat al Radio Sam geworden. En dat staat eigenlijk voor Student and Music. Niemand weet dat, maar goed. Ja, bij deze. Primeur. Ja, dus daarvan komt die naam. En dus dan ben ik dat, ik denk in mijn eerste jaar begonnen. En dan was dat met directie gaan praten. Wat was die er zitten en wat hebben er daarvoor over? Ja, want je kunt dat niet gewoon vanzelfs. Allee, ik ga er geen kosten in steken om stickers te laten drukken en van alles. Hè. Uiteindelijk hebben we zelf alles gemaakt. Ja, alles. Want... Dan, zo ben ik dan ook weer. Ik ben dan wel echt een doe-het-zelver op dat vlak. Als ik het zelf doe, dan ben ik zeker dat het goed is. En dan, ja, jingles, alle visuals, alle stickers, alle banners, logo. Alle achtergrondlogo's heb ik allemaal zelf gemaakt. En daar ook mij wel weer bezig, hè, want ik had toch tijd over. Dus ja, en dan heb ik dat... Ja, en dan hebben we uiteindelijk, want dan dacht ik, ja, nu moeten we dat gewoon bekendmaken aan het grotere doen, aan het groter publiek. Want dan binnen journalistiek wisten mensen daarvan. En dan dacht ik, weet je, dan doen we gewoon een actie voor die hele school. En dan zamelen we geld in voor... en dan moet ik helemaal juist zijn. Zonder mensen te schofferen. Zo voor zieke kindjes, en ze mogen dan een keer wat doen. Naar Disneyland. Make a wish. Ah, ja, ja, ja. Dat. Mooi. Dus daarmee. Want die hebben zo een BV telkens als Peter en Meter. En dan dacht ik, weet je, dan pakken we die mee en dan kunnen we daar ook mee uitpakken. Mm-hmm. Heel commercieel gedacht. Maar zo moet het. Ja, zo gaat het bij Studio Brussel ook. Hè. Weet je, die zitten ook allemaal niet in met al die goede doelen. Die cashen gewoon die dag. Ja, hoeveel... Wat dat is, ja, die zien een piek in hun luisteraars en ze kunnen weer volgend jaar teren op subsidies. En nu luisteren al die mensen mee en dan, ja. Oh, dat is kei grof, we doen dat wel allemaal wel voor het warm en doe je doel en dit en dat en Vlaanderen. En, ja, dus dat. En dan is dingen gekomen, hè. Die Freek Braakman, die het nieuws leest op VTM. Dat was wel wat spijtig dat we van media aankwam, maar goed, we kunnen daar ook niet aan doen. Maar toen zat hij nog niet bij VTM natuurlijk. Jawel, die was juist overgestapt. Dus ik dacht, ja, we kunnen dat nog annuleren en dat ging niet meer. Dat is van de VRT. Ja. Ja, iemand deftig. Nee. En dan is dat begonnen. Het jaar daarna zijn er meer studenten bijgekomen. Het jaar daarna nog meer. En dan is, hoe noem het, die richting die zo een beetje figuurtjes maakt op de computer. Grafische vormgeving. Zo dat, ja. Een beetje de D's zijn daar ook opgesprongen. Heb mijn logo verkracht. Je zit hier echt vriendjes aan het maken. Ja. Oh, sorry, zo ben ik. Mogen we dan zo'n disclaimer vooraf geven? Alles wat ik zeg is gemaakt om te shockeren. Please be offended. Nee, maar dan, weet je, in het begin, dan hadden die, ik had zo naar een hoop gestuurd naar studenten van dinges, grafische, en die hadden allemaal geen tijd. En nu zijn die wel in actie geschoten, en dan denk ik, ja, weet je, het is hun ding nu. Ik heb een zaadje geplant en dat is nu een boom aan het worden en dat is heel erg fijn. En hoe voelt dat je inderdaad zo weet dat er andere studenten gewoon radio aan het maken zijn omdat jij ooit een keer gezegd hebt van, ik wil dat er bestaat. Dat is absurd, want ik luister daar ook naar en ik denk, oh. Dat zijn zo je kinderen precies. Ze doen het goed. Niet te goed, maar ze doen het goed. En komt u er nog veel mee in contact dan nu? Of, Alleen voor die jingles. Hè. Ik heb weer een jinglepakketje gemaakt voor van de jaar. En daar dan een beetje af en toe zo wat losse dingen. Als die weer ergens een jingle nodig hebben. Nu, ik ga mij ook niet moeien. Zij maken ervan wat dat zij voelen dat Sam is. En dat is aan hen. Het enige wat ik wil is gewoon dat Sam blijft heten.
Ja. En de jingles, ja, dat is gewoon omdat ik weet dat niemand anders dat kan. dat we een zeker soort niveau van dat we toch iets goed hebben. Nee, is niet waar. Hey, jullie doen dat supergoed. Nee, ja, ik vind dat heel erg belangrijk, jingles. Want dat is echt de look en de feel van u. Van mm-hmm. Dat is de layout van uw krant. Dat is de visuals op uw tv-zender. En voor een radio bestaat uit een signature. Ik kan dat zelfs niet uitspreken, dat woord. Signature, maar dan in het Engels. Tune. En dat is uw identiteit als zender. Het DNA. Uw hoorbare identiteit, mm-hmm. Ja. Iets dat herkenbaar moest zijn. Ga je toch nog eens ooit terug gaan als special guest, als special announcer of zoiets? Als ze mij vragen. Achterwelde vraag, die jongen. Maar ik moet nog een keer komen om een keer die jingles deftig uit te leggen. Dus. Hoe is het? Dat is een die deftig. Ja, de jingle van het verkeer gebruiken ze bij het weer en zo. Dat zit nog niet allemaal goed. Zo een toeter. En dan nu het weer. Ah nee, kom aan. Kan dat nu. Maar ja, je hebt eigenlijk veel dingen voor de radio gedaan. Mm-hmm. En uiteindelijk, ja, audio was wel liefde voor je, zei je. Mm-hmm. Uiteindelijk zei je toch videojournalist. Hoe is dat gekomen? Allee, je hebt videojournalistiek gestudeerd, hè? Ja, omdat video is de verzameling van alles. Het is niet alleen geluid, mm-hmm. maar is er ook bovenop beeld en dan nog tekst. En dat is zo wat... Oh, weet je... Dat is zo de omnisport van de wereld. Dat is een beetje de atletiek zo, van de journalistiek. Maar je moet alles kunnen als videojournalist. In de mate van het mogelijk natuurlijk. En daarom heb ik daarvoor gekozen, gewoon toekomstgericht denken. Want, ik vind beeld heel erg mooi en dat is wel een taal die ik spreek. Los van radio dan. Radio als gewoon eigenlijk vooral omdat ik heel graag praat. Dat wel gedacht. Ja, ik bedoel, heel graag praat en ja, heel graag mijn verhaal kwijt kan. En dat kon dan daar uren aan een stuk. En dan, ja, video. Ja, dat is eigenlijk gewoon een soort van taal die ik heel mooi vind. Omdat dat heel erg kan ontroeren, vind ik zelf. Voor mezelf dan. Vind ik dat heel erg ontroerend. Radio luister ik graag onderweg. Maar dan om echt u aan iets te zetten, dan video dan, ja. Ja, dus dan ook echt uw definitieve keuze, mocht je echt voor het dilemma staan van enkel video of enkel audio? Video, sowieso. Echt video, ja. Je kunt er nog bezig houden met een audio, hè. Het is dat, absoluut. Er zit audio tussen, ja, sowieso. Inderdaad. Ik wil, voordat we naar uw professionele leven overschakelen... Oei. Wil ik eigenlijk dit was mijn persoonlijke leven, dat vond ik al vrij professioneel. Nee, maar je hebt toch... Allee, je zei er net dat je eigenlijk geen andere hobby's hebt, maar je hebt toch wel een zorgzame kant. Wat komt er nu nog? Jij doet heel veel voor de kinderen van Anzegem. Ik heb 11 jaar speelpleinwerking gedaan. Ja, dus je animator geweest, inderdaad ook. Niet normaal. Speelpleinwerking bij het Rode Kruis ook. Ja, op kamp geweest. Ik ga dit jaar weer op kamp. Ik kan dat gewoon niet loslaten. Ik heb eigenlijk ook voor onderwijzer gestudeerd. En dat is iets, ik weet niet, ik kan dat niet loslaten. Kinderen, dat is een soort van haat- en liefde-relatie. En ik denk dat moet en dat hoort zo te zijn. Nee, ik vind kinderen fantastische wezens, omdat die zijn nog vrij puur in hun hoofd. Al die fantasie en die openheid is nog niet kapot geslagen door het onderwijs. En dat vind ik zo fantastisch eraan. En dan dacht ik, weet je, als student heb je geen geld dat je kunt geven aan goede doelen, maar je hebt wel tijd. En dan dacht ik, weet je, dan geef ik gewoon mijn tijd aan het goede doel. En daarom ben ik mee geweest op kamp met Rode Kruis. Dat zijn dan zo kinderen... hoe zei dit? Dat is AKB dan, zeker niet? Nee, AKB? Want dat zou ik echt niet kunnen. Nee, okay. Oh nee. Het zijn kinderen uit een soort van... Ja, uit instellingen, kinderen van vluchtelingen, kinderen uit een heel erg achtergesteld milieu. Zo'n beetje dat. De sociale gevallen van onze samenleving, zo dat... Die bende, en dat dan 8 dagen lang. Ja. En dat lukt. Dat is... Elk kamp komt u zelf op een gegeven moment tegen. Dat je denkt van, what the fuck, ik kan vol hier. Maar dat is gewoon wat het is. En dan dat is een uitdaging. Ik weet niet, ik vind dat zo mooi dan. Dat u zelf eens kunt tegenkomen en dat ook kunt accepteren. Dat je even, nu weet ik ook niet meer wat. Dan voel je een soort van kwetsbaarheid, ik weet het niet. Is dat daarom dat ook zo... Ja, artikels had geschreven voor wat blieft? Ooit ja! Hoe lang is dat geleden? Dat blijft hier maar komen, joh. Hij heeft echt veel, hè? Dat is het doel, hè? Geschreven, dat was dus dat is dan nog een beetje print ertussen, ja. Dat was tijdens de zomer. En die man had voorgesteld, ja...
Er is een man komen uitleggen. Wat blieft is een krant voor mensen die niet kunnen lezen. Mm-hmm. Of toch amper. Een laag leesniveau inderdaad. Ja, ja, laaggeletterd heet het dan weer proper. Politiek correct. Daar ben ik zo niet aan. ja, want dat staat alleen de verstaanbaarheid in de weg. Niemand begrijpt dat nog. Laaggeletterd. Ja, mensen kunnen gewoon niet lezen. Ah ja, 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 ja. Oké. Okay. Voilà, dan weten we wat je het hebt. En dus daar een aantal stukken voor geschreven die zei, ja, als je goesting hebt, kom maar schrijven. Ik had in de week erachter een mail gestuurd, dus ik heb gevraagd naar de goesting. En ik, ja, ik wil schrijven. En dan heeft dan kween lang geduurd, en dat die vent weer gemaild heeft. En ik zei, hoe zit dat hier nu? Ik heb wel een goesting, hè. Voilà. En dan in de zomer hebben we een aantal zomernummers geschreven. Ik heb toen een aantal politiekers en zo een bekend volk geïnterviewd over hun vakantie. Zo'n non-issue, maar wel iets grappigs. Ja, juist, dat ook nog. Ja. Ik heb het wel als een soort voor de zwakker in de samenleving. Ik denk dat dat gewoon iets typisch is voor journalisten, om degene die geen stem hebben een stem te geven. Mm-hmm. Om degene die ergens verdrukt in een hoekje zitten te janken, even een podium te geven. Die hebben ook meestal de mooiste verhalen ook, hè? Allee, de krachtigste verhalen. Ja. Dus dat is ook wel inderdaad als journalist. Trekt dat wel aan. Maar met wat blieft zijn we eigenlijk naar u... eerste job in de professionele wereld te komen. Oh, bruggetje. Dus, ja, voilà. Hey, slim bruggetje. Hè? Dat zou niet doen, dat zou wat. Oh, okay, nee. Hier. Spijt mij dat. Dank je. Nee, ja, eigenlijk, jij begon eigenlijk vrijwel meteen als freelancer. Was eigenlijk bewust om als freelancer te beginnen, of dat toch liever ergens vastgestart? Dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk. Veel vast werken is er niet. Veel freelance werk ook niet. Maar dat komt eigenlijk, dat is kunnen gewoon... We, kunnen we anders misschien toch even een korte onderbreking maken? Ik weet nu niet of dat die camera hier nog voor ons aan het filmen is. Omdat ik denk zo wel, want spot... Ja, maar er is wel een rood bolletje. Het lichtje, okay. Dat niet. We gaan dit er gewoon in laten. Ja, lekker professionalisme. Ja, voilà. Nee, ik wil het is wel waar. Ja, dus dat, ik heb een... zou niets willen missen van dit gezicht. Oh nee. Moeten we dat dan zelf doen? Dus vertel, freelance. Ja, juist. Nee, dat is eigenlijk vrij organisch gegroeid, omdat voor de krant van Vlaanderen, in het begin heb ik nog gewerkt onder een soort van studenten, dat was een soort van weekendjobje. Maar dan heeft de administratie beslist dat dat niet meer kon, omdat ze moesten dan een secretaresse daarop zetten en die kost geld. Dus hadden ze die dan buiten gesmeten na 2 jaar. En dan hebben ze gezegd, ja, maar je moet maar freelancer worden. En in het begin, als student, we zeiden als student zelfstandige, betaalde geen belastingen, niks, dus dat is echt easy. En dan is de keuze maken, hè. Sluit ik dat btw-nummer af? Allee, sluit ik dat zelfstandig zijn af? Of vraag ik een btw-nummer aan en doe ik erin verder? En ik kon bij de krant van Vlaanderen blijven werken dan als videojournalist. Dus ja, dan was het eigenlijk logisch dat ik een btw-nummer zou aanvragen en echt in hoofdberoep zelfstandige zou worden. Maar dan bij de krant van West-Vlaanderen bleek dat ik na een half jaar niet te zijn wat dat zou moeten zijn. Ondanks het feit dat ik daar wel heel fijne dingen heb gedaan. En dan heb ik ruimer gaan zoeken, hè. Naar overal en naar alles uitgezworven. Mm-hmm. Ja. Onder andere ook op de redactieplaats waar deze jongeman werkt. Ja, inderdaad. Het Nieuwsblad. Het Nieuwsblad. Krijg je daar geld voor? Het Nieuwsblad. Nieuwsblad. Misschien kunnen we gesponsord worden. Kim kan ervoor zorgen dat we gesponsord door het Nieuwsblad. Een mooie zo'n sticker. Want de koers is van ons. We zijn aan het cashen, hè, jongen. Ja, de koers is van ons als er geen corona uitbreekt. Ja, ook al. Corona is van ons. Van hen. We gaan het niet veel dateren, hè, jongens. Ja, oh, ja, het is juist, ja. Yes. Maar dat is eerst, ja, eigenlijk die krant van West-Vlaanderen heeft er eigenlijk geen mooie dingen gemaakt. Onder andere de vlog. Verslikt. De vlog, ja. Ja. Dat is toch een mooi project? Eerst en vooral, wat houdt het precies in? Ja, voilà. Ja, oké, vlog, maar... ik weet het ook niet zo goed. Dat was... Wel, de krant van West-Vlaanderen wou heel erg graag verjongen. Op een of andere manier. En dus hadden die bedacht... We gaan een vlog maken. Wekelijks ga jij gewoon aan de kijkers vertellen... waar dat jij die week mee bezig bent geweest. En die vlog kwam woensdag uit. Ik had dat liever op de zaterdag gehad dan een volledige week. Mm-hmm. Want dat was dan de woensdag, dan hadden maar maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en een weekend tussen. En dan marcheert zo allemaal niet. En dus ja, wekelijks samenvat wat je die week gedaan hebt. Hè, en dan een beetje ludiek proberen te maken. Maar ja, weet je,
De krant van West-Vlaanderen is een krant die gelezen wordt door mensen van alle boven de 60. Die hebben, weten we geen enkele, op geen onderduren wat dat vlog wil zeggen zelfs. Of waar dat ze het zouden kunnen terugvinden. Dus ja, dat was heel vreemd. Dat was een soort van condooms uitdelen op een bingoavond. Niemand die echt goed begreep wat dat jij daar kwam doen en waarom dat je er waart. Dat had ik het gevoel. Je staat daar ergens in het publiek en je zei aan het uitleggen. Die mensen van, Amin is dat manneken? Dus ja, en dan had ik zo'n vast publiek van 200 man die daar wekelijks naar die vlog keek. Maar dat zijn allemaal mensen van 25 of weet ik wat, die zeker geen abonnement hebben op die krant. De meeste zelf wordt waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk alleen maar vrienden. Daarom ook de stickers, vrienden van de vlog. Vrienden van de vlog, juist. Ja, dat is dan, ik had dat al zo wat gecommercialiseerd of wat een soort van verbinding aangangen. Ja, dat was, ja, hoe zou je dat moeten samenvatten? Ik weet niet, ik vond een heel vreemde periode ook. Daar kroop heel veel werk in. Zoveel werk dat ik eigenlijk mijn echt werk, wat ik daarnaast deed eigenlijk, bijna niet meer kon doen. En het punt is, het enige wat dan mensen nu nog onthouden, is dat ik een vlog gemaakt heb voor de krant van West-Vlaanderen. Ik heb meer of 80 reportages gedraaid voor die gasten. En niemand die daar... Ik ben gaan solliciteren bij WTV en die gasten, ja, die een vlog, zeg. En ik, man toch, echt. Ik heb dan een mail gestuurd met alle reportages die ik ooit gedraaid heb toen. En dan, ah ja, ja, maar wist niet dat je dat daar ook deed. En ik denk, ja, wat dacht je, dat ze wij daar voltijds hebben betaald voor gewoon wat filmpjes te maken. Dat is wel echt een droomtje. Ja, ja. Nee, ja, maar ik vond dat ook een heel absurde situatie. Hoe lang heeft dat geduurd? 4 maanden zeker. Dat waren 25 vlogs zeker. Amai. Ja, zoiets. Ja. Want toen ben ik vertrouwd. Toen had ik er genoeg van. Maar ik had er nog gevraagd om de 2 weken een vlog te maken. Want ja, op de duur moesten dingen uitvinden om die vlog te vullen. Nee. Er gebeurde niet genoeg in uw week. Ja. Echt. Ja. En dat kon dan niet. En dan dacht ik, ja, weet je, laat het dan. Nee, ja, maar ik vind dat een heel absurde situatie. Op zich al een vlog. Dat je jezelf zo interessant vindt, dat je denkt van hier moeten andere mensen mee van kunnen genieten. Dat vind ik een heel rare gedachte. Meestal ben ik echt zo, laat mij gewoon gerust en hoe minder dat je mij ziet, hoe beter. En bel mij niet. Laat mij maar gewoon doen. Dan, want die vlog, ja, dat was zo... Dan moest je wel rekening houden dat er telkens echt mensen keken. Dat was ook. Dat vond ik echt raar, dat mensen echt, dat er mensen zijn die blijkbaar de tijd over hadden om naar mijn leven te komen kijken. Dat vond ik echt absurd. Dan dacht ik, ah, kon je nu niet gaan werken of iets van vrijwilligerswerk gaan doen? De wereld heeft u nodig. Hè? Wat zet je thuis op uw... Ja, een beetje like hier. Wat doe je er hier nog? Lach. Nee. Ja, dat vond ik echt raar. Maar kijk je zelf dan in haar vlogs? Allee, je moest toch iets van een basis idee hebben gehad voor dat ze zijn tegen nu van... Allee, je maakt een vlog. Had je eigenlijk nog niet eens door van, wat is een vlog eigenlijk? Ik vond een vlog echt kut. Elke keer denk ik, want dat is toch echt kut. Wat maakt die kerel eigenlijk? Maar ik volg een aantal dingen, maar dat is eigenlijk echt heel, heel absurd. Ik volg een vent, biglife.com heet hij, en die vijst lampen uit elkaar. En die noteert dan op een blaadje heel dat circuit, en dan leer ik nog wat bij. En dan ook nog Hollanders, die een tank in elkaar aan het vijzen zijn. Ik weet niet, ik kijk heel graag naar mensen die aan het werken zijn. Maar echt met hun handen werken. Mensen die zo dingen restaureren. Zo'n oude lampadair ergens gevonden hebben. En dan gaan we dat restaureren. Dan kan je er echt van genieten. Maar daar zie ik ook progressie in natuurlijk. Hè? Dus, en je kunt er nog iets uit bijleren, zoals gezegd. Ja, dat denk ik ook iets van. Moh, die doet dat zo. Want echt zo van die schminken, drellen van die toestand. En zo noemt dat PewDiePie van die zwets. Oh, daar kan ik nog geen seconde naar kijken. Echt, dan denk ik, ja, die vent heeft echt niks in zijn leven. Die heeft iets te bieden. Die kan niks ook. Dat is tot eerste. die ene gast is een garagist die een tank in elkaar steekt. Dan ben ik van onder de indruk. Ja. En die gast heeft een microfoon en een bureaustoel. Dan denk ik, dat is al een slecht begin. Voor om te tonen wat dat je kunt. Ja, nee, ik ben fan van mensen die iets kunnen. Mm-hmm. Iets dat bijdraagt aan de wereld. Iets maken. Ja, maken, creëren, maar ook zelfs dan niet. Gewoon muziek of iets dergelijks. Want daar kijk je dan ook heel graag naar mensen die een muziekstuk in elkaar... Iets dat andere mensen kan laten genieten. Of kan van... Ja, ik weet niet of je van die bijdraagt.
Ja. Dat is een beetje dat ik ook echt niet naar sport kan kijken. De voetbal of zoiets, dat draagt op geen enkele manier bij. Niemand geneest van kanker door naar voetbal te gaan kijken. Nee, dat is echt verspillen van je tijd. Die zit op gevaarlijk. Nu hebben we weer een andere doelgroep die we enorm... Er zijn een aantal dingen die ik niet begrijp in de wereld. Zoals wandelen, dat is nog zo'n ding. Dat versta ik ook niet. Mensen die gaan wandelen. Mensen die gaan wandelen, dat is... Ik ben naar Polen geweest, samen met iemand, en die wou ook gaan wandelen. En dan, ja... En dat vond ik moeilijk. En dan heb ik toch wel het korte parcours gekozen. Ja, en naar waar? Nee, gewoon wandelen. Zonder waarom? Gaan we daar iets mee gaan pakken? Of ja, dat was dan de champignonroute. Ja, dan moeten we wel champignons gaan plukken. Nee, wandelen, genieten van... Huh? Maar kunt jij dan nog genieten van gewoon dingen die, waar dat er dan niet meteen een bepaald doel. Nut of doel achter zit? Zoals gewoon een keer op café gaan of zo, bijvoorbeeld. Jawel. Dat heeft toch wel een doel, met elkaar samen zijn, toch? Een soort van gezelligheid creëren. Wandelen kan dat toch ook zijn? Wie? Wandelen kan dat toch ook zijn, maar op een andere manier? Vind ik raar. Leren elkaar kennen. Dat vind ik gewoon raar. Liever in groep wandelen dan alleen, bijvoorbeeld. Ja, dat ook. En met een beetje niet. Dan kan je dat toch bezighouden, denk ik. Beetje niet, gewoon stil blijven zitten en een laken kunnen op. Hey, kom wel! Wat rekenen erbij. Doe maar! Ik loop wel achter. Nee, ja, dat vind ik echt vreemd. Ja, er zijn nog zo'n aantal dingen, hoor. Ja, naar de voetbal gaan kijken, zo van die toestanden. Of, ja, sport, ik vind dat is iets om deel te nemen. Je doet oftewel aan sport, oftewel niks. Gewoon zo gaan kijken, dat vind ik echt... Ja, dat is zo absurd. Ik weet niet, dat is die mensen hun werk, hè. Ik heb ook niet graag dat er mensen op mijn vingers komen kijken. Dat die gasten komen er zo heel ding vol zijn. Zij worden er serieus door betaald, omdat er mensen naar kijken. Ja, chance. Wie zou het anders nog doen? Ja. Dat is klatijs, hè. Dat gaan we niet... Dat hoeft niet bij ravage, makers aan makkers aan bod te komen. Oh, sorry, is dat taboe? Ja, enorm. Heb ik een taboe-woord gezegd? Voetbal, oh nee, we zijn eraan. We zullen een beetje terug in een of andere lijn proberen krijgen. Sorry. Ik vind het wel plezant zo. Ja, we moeten maar knippen waar nodig. Oh, nee. We knippen niet, het is allemaal live on tape, hè. Ah ja, oké. Okay. Ja, bij de krant West-Vlaanderen hadden we dus inderdaad zo'n reportage gemaakt, zoals je zei. Mensen beseffen het misschien niet, maar je hebt het inderdaad gemaakt. Wat is het zotste verhaal dat je zei tegenkomt in West-Vlaanderen? Ik kan me voorstellen dat dat wel zot kan zijn. Er zijn veel mensen die dat vragen en ik weet dat nooit te bedenken. Maar ik ben zo naar Frans-Vlaanderen geweest om zo de laatste mensen die nog... Vlaams spreken daar, te gaan interviewen. Mm-hmm. En dat is wel frappant, want dat is een soort van West-Vlaams, maar dan dat van 100 jaar terug. Dat is zo'n soort van middeleeuwers terug ontdooien, zo dat gevoel krijgen. Hoe kan dat nu dat die nog zo praten, zelfs die, hetgeen wat al je grootouders praten, maar die hun grootouders. Dan ben ik ook, maar dat is misschien gewoon te absurd voor woorden, dan naar een gezin geweest die 12 kinderen wil. En die zaten op dat moment aan een 9e kind. Ja, wow. die vrouw dat moest dan weer... kinderen in haar werk, hè. Duidelijk. En die vrouw moest dan zo wat gerepareerd worden, want dat was allemaal zo wat kapot gegaan, na dat 9e kind. Ja, dat was heel raar. Ja, maar die deed daar goed aan door. Ja, allee, komt zo van alles tegen, ja. Nou, maar echt productie. Het zotste? Ja, dat weet ik zo niet. Ik heb mooie dingen gemaakt en ook heel lelijke dingen. Ja, dat zit er ook bij. Hè. Maar echt het zotste, ik weet dat niet. Dat is, elk verhaal is op zich. Ik weet, er zit er niet echt een rangorde in. Elk verhaal, ik weet niet, ik bekijk elk verhaal op zich. En aan elk verhaal hangt er nog wel een verhaal dat het mooi maakt. Ik heb niet echt iets gemaakt waarvan ik echt wacht van... dat is echt wel bagger geweest. Mm-hmm. En een favoriet van mij is wel inderdaad... ik vind het ook terug, het me dan ook eens laten zien toen je het gemaakt hebt... met die schildenares. Ja, aan het strand. Die, ja, inderdaad. Ja, dat was ook wel dat heel was, leuk. Dat was, dat was een meisje vanuit Engeland die op gebouwen, mensen die trok een foto van iemand. Uh-huh. En die heeft dan gewoon aan de hand van die foto en zo'n klein schilderspaletje, heeft hij dan op de vestrap in Oostende, voor de mensen van Oostende, de vestrap. De volle vijf mensen van Oostende. Ja. Amai, dat is ambitieus. En daar heeft zij, ja. En daar heeft zij dat geschilderd, zo echt een klein manneke. En in het begin wordt dat nog niet direct iets, maar dan wordt dat wel echt. En dan, ja, dat vond ik echt wauw. Wat dat kind kon, die zou een vlog mogen maken. Smeet PewDiePie en heel die brets van buiten. En zat dat meisje erop. Voilà. Ik kan wat. Gewoon als titel, dat is de vlog.
En jij niet. En jij niet, kom op, PewDiePie. Ja, ja. Hard, maar wel duidelijk. Ja, zo ben ik wel. Hebben ze dat niet gezegd? Dat ik hard ben en emotieloos? Dat komt later nog. Ah, ideaal. Nee, maar uiteindelijk, ja, we zijn een beetje doorgaan. Uiteindelijk werk je momenteel ook voor Focus WTV. Mm-hmm. Eigenlijk, dus nu maak je video's eindelijk ook voor een tv-zender. Mm-hmm. Is dat eigenlijk de plaats waar je het meeste thuis voelt tot nu toe? Dat ook is als echte West-Vlaming? Als echte West-Vlaming, ja. Er is niks hoger dan voor een televisiewerk. Het is iets waarvoor dat je gestudeerd hebt, zeker en vast. En dat is heel fijn werken. Het is ook gemakkelijker en je weet ook, deze is hetgeen wat we geoefend hebben. Dit loopt vanzelf. En dan vind ik dat weer leuker om dan bijvoorbeeld voor het nieuws wat te werken of voor Stemp Media of voor hier dingen te doen. Het is daarmee dat ik voor Mediaraam er nog altijd een beetje bij hoor, omdat daar zit er nog een beetje een uitdaging in. Dan kom je voor situaties te staan waarin ik deze hebben we nog nooit gedaan, maar we zien wel. Mm-hmm. Voor Stemp Media ben ik een rap video gaan maken van een gastje in Brussel. Dan dacht ik ook. Die zijn voor journalistiek gestudeerd, zo'n rap video. En dan ben ik dat gewoon, ja, twee video's gaan. Ik ken het zo'n beetje de videografenstijl. Van tegenwoordig twee YouTube-video's bekeken en dan gedacht dat ik het kon. En vertrokken richting Brussel. Maar dus ja, misschien dat ik ooit nog verder studeer. Maar sowieso, over 4 jaar denk ik, dan is mijn auto afbetaald. Ga ik naar Raffi. Echt veel? Ja, wil ik sowieso nog bij doen. Ja. Om echt mijn basis-videowerk uit te breiden naar iets deftigs. Ja. Dat is dan over 4 jaar. Wat zit er binnenkort nog professioneel bij u in de pijplijn? Is er iets wat we, een scoop die we kunnen bemachtigen? Een scoop? Ik weet het zelf nog niet. Nee. Wat ga ik gaan doen? Het zijn gewoon een aantal opdrachten nu nog voor Stemp Media. Volgende week ga ik in Brussel een aantal dagen gaan filmen over sport. Ik weet ook niet meer precies wat. Oei. Voorbereiding is bij u ook wel echt key, hè? Ja. Ja. Hey man, maar ik mag dat eigenlijk niet vertellen. Anders haal er mij nooit meer aan in niks met. Oh, ik heb al zoveel gezien bij Mediaraven ook, waarbij ik dacht, van Xander toch, jongen, hoe zou jij bij ons terechtgekomen? En dan ook elke keer resultaat hebben. Ik weet ook niet hoe ik daar eens laat. Ja, man, ik ben zo naar de Radio 2 Zomerhit gegaan voor Nieuwsblad. Just. En dan krijg ik meestal van het Nieuwsblad een lijst mee met zowat BV's. Nu, ik kijk geen tv. Nooit niet, nooit gedaan. Dus ik ken geen BV's. En daar liep dan Ton zo een soort van verwaaide HLN-journalist rond. En die was daar gewoon gekomen voor wat de hapjes te eten. Die had eigenlijk geen werk, maar wel een accreditatie gekregen. En ik zeg, ja, jij bent mijn man. Iedereen die eruit ziet als een BV of een BV is, klopt op mijn schouder. En dan zeiden zijn naam, dan ga ik daar naartoe. En zo ben ik weet niet hoeveel BV's tegengekomen. Dat was een keigoeie video. Het was de die van de die. Ah ja, hoe? Ah ja, ja, ja. En dan moesten die naam nog onthouden tot 10 meter verder natuurlijk. Hè. Nee, ja. En het laatste ook van Anderlecht daar, die nieuwe coach of wat was daar. Ik weet daar ook niks van, hè, van die gasten. Dat daar zit, zijn als heldscheppers, ja, al hetzelfde volk, ik ken het. Dus ik ga daar naartoe, ik stel alles op. En dan er was nog een journalist van de krant mee die daar zijn stuk moest schrijven. En ik had dan aan hem een berichtje gestuurd. Stelde jij vrij vragen op? En dan stel ik die gewoon. Put. Ja. En die heeft hij een lijstje meegegeven. Dat ik wel like de grote. En ja, hoe zit het met de schulden van Anderlecht? En dat is een goed stuk. Weet je, soms moet je niet van alles het fijne eraf weten. Soms is journalistiek is eigenlijk een beetje overleven. Wij zijn zo wat de noemt dat de Bear Grylls of noemt die kerel die daar zo in Tour ooit zijn eigen pis gaan drinken. Bear Grylls, ja. Ja, wel, we zijn zo ja, dat van het medialandschap. Dat is gewoon je plan leren trekken, echt waar. 3/4 van journalistiek is je plan trekken. Met geen wat dat je hebt, op de plaats dat je hebt. En daar het best mogelijke uithalen met al die middelen. En ik vind dat net het leuke aan ook gewoon het Nieuwsblad aan zich. Zeker als je dat vergelijkt met concurrerende media. Bijvoorbeeld samenwerking HLN en VTM. Dat ja, is dat zo is een powerhouse intussen. Ja. Dan vind ik het leuker om zo met minder materiaal, minder middelen, nog leuke shit te maken. En ja. Daar echt, ja... Daar haalt je de leukste verhalen achteraf ook uit, denk ik dan. Liever veel leuke dingen te kunnen maken dan gewoon bij de rest in de rij te gaan staan en hetzelfde interview te gaan afleggen. Daar heb je niks aan. Hè. Inderdaad.
En dat is zo wat de basis eigenlijk van journalistiek. Ja, ja, absoluut. Als je de platgetreden paden afgaat, dan klopt er iets niet. Ça va. Een vraag die ik ook aan zo wat, iedere creatieveling hier in de podcast stel. Creatieveling? Ik creatieveling, ja, maar... Kijk eens aan. Je zult het snappen. Oei, die camera is kapot. Oh jee, we hebben de camera die is uitgevallen. Cameraman Maarten. Ik ben al, ik weet niet hoe lang niet in beeld. Dus hier is dan eventjes een pauze. Al mijn fans. Ik weet niet wat. Iedereen haakt af. Massaal. Kijkers lopen weg. Ik zou nu eigenlijk ook liefst wat dieper ingaan op de persoon, Xander Kotten. Nog dieper. Als je dat hier zit. Daarvoor heb ik ook een aantal hulp gehad van een aantal mensen die je kent. Ja. Een beetje schrik, hè? Ja, en ik kreeg een hartklopping. Niet normaal. We zullen losjes beginnen. Dus we hebben het zelf ook al gemerkt. Bijna iedereen beschrijft je eigenlijk als een springend veld. Vinden dat zelf ook. Dus ik ben altijd vrolijk, altijd... Vrolijk? Boah, ja, ça va wel. 'S morgens voor 10 uur niet. Dat is een belangrijke om je zit geen ochtendmens. Oh, absoluut niet. Ik absoluut niet. Ik krijg mij voor niks eigenlijk uit bed. Tenzij brand of werelddoorn 3. En zelfs dan wordt het moeilijk. Nee, dat is echt heel moeilijk. Want op kamp moeten we dan echt vroeg opstaan. En dan kan ik echt... Soms weet ik ook niet waar ik ben. Dat is gewoon echt, dan moet alles... Zo'n volledige reboot. Dan is het even zo... Waar ben ik? En dan komt alles zo af binnen juist kamp. Ja, opstaan, dit, weer al. En dan met het allemaal zo binnen te cijpelen. Mm-hmm. Ja, opstaan. Dus daarmee dat ik ook journalist geworden ben, in plaats van leerkracht. Nu sta ik om 10 uur op. Niemand trekt zich dat aan. Dus dat is wel mooi. Sommigen die ik sprak, kunnen zelf, durven zelf te beweren dat je soms... heel vermoeiend zet. Sowieso. Heel veel mensen. Als een duur als celkonijn is soms, dat is... Ik heb ooit door mevrouw Smet van de journalistiek en geschiedenis... En die zei... We zaten in de les en ik was al... Ik kende het. Ik had al 20 minuten stilgezeten, dus ik had al op mijn neus. Ja, deze heeft hier al veel te lang geduurd. Hebben we nu nog niets deftigs geleerd. En, we love you, Martien. Even wij zeggen. Ja, sowieso. We hebben dat goed gemaakt, zo weet je. En ze wees naar mij voor een volledige nou, dat was denk ik de tweede week of zo, dus iedereen zat daar nog. Gij! En ik zat ergens in het midden en ik... Gij hebt een probleem! En ik, wat? Hij zei de hyperkineet! En ik, alsjeblieft mevrouw, ik zei, wat had je nu toch een hyperkineet? Ik zei, maar misschien wat bewegelijker dan al de rest, maar hyperkineet, dat vind je nu toch wel... Ja, je kunt goed klappen ook, gij! En dan had ik het gemaakt voor de rest van het jaar. Ja, dan was ik de hyperkineet. Ik kan dat wel begrijpen. Er zit gewoon heel veel energie in dit lichaampje. En dat moet er allemaal uit. Voilà. Weet je, moest ik nu in lagere school gezeten hebben, dan had ik waarschijnlijk ADHD en weet ik wat allemaal. En dan zat ik al vol pillen gedrogeerd. dus ja, dat. Mm-hmm. Komt dat ook misschien door die energie dat je zo heel sociaal bent? Je zegt... Iedereen die zegt van, ja, ik kom binnen in een ruimte en hij praat tegen iedereen. En, ik heb gewoon geen gêne. Dat is iets weer helemaal anders. Want echt sociaal, als ik niet moe, en als een andere vriend dan weer beamen, dan ik zou echt alles in het werk stellen om een excuus te moeten verzinnen om niet naar iemand zijn verjaardagsfeest of zoiets te moeten gaan. Ik heb een jaar lang met Speelplein, was er elke donderdag, zaten zo met de animatoren wat open. Tezamen, sorry. Dat zal voor weer voor die van de Oostende die er nog altijd zijn. Intussen naar 4 gezakt, denk ik. Ja. Ja. Fijn dat jullie er zijn. dan heb ik van alles uitgevonden om daar maar niet naar te moeten gaan. Op duur kan je niks meer uitvinden. Dan, ja, maar elke donderdag moet ik gras afrijden. En dan begon iedereen zo, ja, maar de morgen weer gras afrijden. Ja. Oh, vrede, hè. Komen ze bij u thuis, zien ze dat je geen tuin hebt of zo? Wij wonen op een appartement. Nee, ja, want like voor vanavond... Dan was ik al heel erg aan het twijfelen.
Ik zet, het liefst van al zet ik gewoon heel graag thuis alleen met gewoon een filmpje aan. Niemand moet mij ambeteren. En ik weet niet, dat is heel raar. Ik hou heel graag van gezelschap op de momenten dat ik het wil. En op de andere momenten moet mij gewoon, laat mij het doen. Laat mij een beetje alleen rondtoeren. Want echt, hypersociaal zou ik het niet noemen. Mocht het, moest ik er niet naartoe, dan ga ik er niet naartoe. Dat vind ik wel wat uit. Dat is echt trielig, maar dat is het wel. Nee, maar normaal, hè? Ik bedoel, nee, nou, mensen gaan dat wel herkennen, denk ik. Ja, ooit zit er al eerder zo'n asociale tussen die ook zoiets zeggen. Ik doe dat ook wel. Wat je het zeggen? Ik dacht... Nee, het was zo stil plots. Nee, ik zei gewoon absoluut. Ik ging gewoon mee in uw stelling. En dat klopt helemaal. Dus dat sociaal, dat is gewoon... ik heb gewoon minder grenzen. En ik weet niet, ik ben gewoon heel erg direct ook. Wat dat je ziet, is wie ik ben. Ja. En bij sommige mensen kan dat heel verkeerd overkomen. Want meestal sla ik er vrij harde dingen uit. Bij ons in de familie is dat wel echt een gewoonte. Dat is daar echt hard tegen hard soms. En ik kan dat heel erg appreciëren. Maar sommige mensen die zijn dan echt heel erg geaffronteerd van die gevoelige, weet ik wat. die nemen dan alles kei persoonlijk en dit en dat. Soms botst het daar dan mee. Ja, ik heb wel mensen doen blijten door gewoon de dingen die ik zeg. Waar je dan denkt van, wat is die nu aan het doen? En dan wordt het dan nog awkwarder, want dan kan ik er al helemaal niet mee om. Ja, die weet nu wat nu. dag. Ja, dus op dat vlak... Ja, ik heb gewoon geen grenzen. Of ik vind dat dat niet nodig is. Sommige mensen blijven dat zo in dat zo politiek correcte steken. En dan denk ik, nee, de beuk daarin. Mm-hmm. Ja, voilà, oké. Okay. Ja, ik zat mij af te vragen, heb jij dan veel vijanden? Want op zich... Waarschijnlijk wel. Ja, sowieso. In journalistiek zelf, al gasten die mij gewoon niet konden zien, waar dat ik nog nooit een woord tegen had gezegd. En dat vind ik het geniaalste. Mensen... Ik heb vijanden die ik nooit spreek. Mensen die mij gewoon niet kunnen hebben, gewoon op de manier waarop ik communiceer of op de manier waarop ik dingen doe of weet ik wat. Ja, ik ben, ik weet niet. Ik ben ook niet de grijze muis, dat weet ik zelf. Ik ben heel erg aanwezig vaak en daar moet ik heel erg op letten. Soms op zo, ken dit, de eerste vergadering van het kamp, niemand kent elkaar en dan zou ik daar binnenkomen waaien als een wervelwind. En dan moet ik echt even zelf zeggen, ik zal er even rustig nu, want die mensen zijn nu nog niet gewoon, weten niet wie dat je bent. Jij probeert dat echt dan ook, amai. Ja, dat probeer ik mij zo wel weg te steken de eerste minuten. En dan lukt dat op de gegeven moment niet meer. En dan, weet je, ik heb leren een soort van doseren dan. Ja. Ja, dat wel. Maar wat dat dan misschien wel kan helpen, zijn je slechte woordgrappen. Ik heb gehoord dat je een kanon aan slechte woordgrappen bent. Is dat... Cool. Slechte. Dat zal een fout geweest zijn. Alleen goede woordgrappen hier zo. Nu snap ik waarom dat deze mensen naar de podcast komt, hè. Makers, makkers. Ja. Vandaar. Voilà. Dat is ook een slechte. Dit was de podcast, maar ik zal... Woordgrappen niet, maar mijn humor bestaat vooral uit reactie op... Meestal zeggen mensen, ja, die is grappig. En dan vertellen ze een mopje. Maar dat kan ik dan weer helemaal niet, mopjes vertellen. Ik ben niet, vragen, dus misschien ik ben niet de man aan de toog. Maar het is gewoon, ik reageer op geen wat dat... Ik ben degene die binnenschopt wat de mensen naar mij... Om het dan in de voetbal... Altijd wat dat mensen aan mij geven, kop ik weer terug binnen. Ja, zoiets. En vooral de directheid waarmee dat jij het doet, denk ik, geeft dan nog eens wat extra punch. Snelheid, hè. Ja. Daar zit het hem. Timing. Ja. Daar draai je het om. Nee, ja, maar er zijn zo een aantal mensen waar ik wel naar opkijk. Hè. Vooral improvisatie. Ik weet niet, ken je de lama's? Ja, absoluut. Dat vind ik geniaal. Jeroen van Koningsbrugge is... Dat is echt een vent. Dat is hoe snel dat die in zijn hoofd de dingen kan... Sneller dan ik. Mm-hmm. Ze kan. Dus ben ik van. Het is beter en die kan maar. Maar gewoon die laatste lichting lama's was gewoon... Dat is geniaal. Nicola, dat is geniaal. Ja, ook al. Ja. Nee, dat vind ik heel mooi aan zo'n humor. En dat is dat heel erg talig. Maar niet echt zo de triestige taalhumor. Maar wel daarop heel snel een draai aan geven. En dat vind ik heel erg mooi. Soms gebeurt het dan, dat merk ik ook wel, mensen die daar niet in mee zijn, maar dat je maakt daar een zinspeling op hetgeen wat dat ze zeggen, en dan beginnen die aan u uit te leggen wat dat ze gezegd hebben, en dan, ja, ik weet het, want ik zat al die stap verder, de zinspeling op hetgeen wat dat jij gezegd hebt. Nou, dat is kapot natuurlijk, als je eigen klucht moet uitleggen. Yeah. Ah, nee, maar dat heb ik niet gezegd, ik bedoelde, ja, ik weet wat je bedoelt, want anders had ik dit niet gezegd. Ah ja.
Laat het dan. Doei. Maar die vindingrijkheid, is dat ook de reden waarom je het schijnt overal kunt inpraten? Want ik heb weet iets... Dat is... Maar toch niet. Maar je gaat midden in Gent interviews gaan doen voor de krant van Vlaanderen. Ken je dat? Nee? Ah ja. Maar ik heb mij overal, maar oh, ik heb mij zo binnengeklapt op een wedstrijd in Kortrijk, KV Kortrijk in het stadion. Ondanks het feit dat ik het ticket had, maar ik vond de ingang niet. En ik, ja, deze is hier een deur, ja, dan, weet je, ze moeten mij hier maar binnen laten. Nee, dat is wel, mensen vragen naar mij, heb jij ooit klop gehad? En dan denk ik, nee, nooit. Op een of andere manier raak ik daar overal wel uit. Wat ik ook zeg, hoe hard en hoe gemeen dat soms ook mag lijken. Nee, ja. Het zal mijn gezicht zijn. Ja, er stelt wel nog wat sympathie van zijn gezicht. Ja, voilà. Een soort van knulligheid. En die denken, oh, weet je, laat hem gewoon... Het is goed. Laat het is goed. Voilà. Het is goed. Laat hem niet op dat babyface zitten plotten. Ja. Dat is keizielig. Hoe oud is die? 14? Nee, ja. Vind je rijkheid? Nee, ik denk gewoon... Weet je, dat is gewoon eerlijk zijn. Hè? Als je gewoon het hart op de tong hebt, dan... Mensen kunnen dat toch niet kwalijk nemen dat je eerlijk bent op een of andere manier. Mensen, als je gewoon zegt wat je denkt, dan hoe kunnen dat nu kwalijk nemen? Ik denk dat gewoon dat is. Een soort van puurheid in alles. Ik denk dat mensen dat appreciëren, dat uiteindelijk... Want dat was ook wel met vrienden... Mensen, ze hebben iets gemaakt, een video of zoiets, en dan vragen ze nu, is deze goed? En dan driekwart zegt dan, ja, wauw, prachtig, het is nog niet gestart. Ah ja, wauw, we starten dan. En dan, als ik het kut vind, dan ga je dan gewoon zeggen, ja, nee, ik vind het niks. Maar moesten dat en dat nu veranderen, dan voel ik het wel al wat meer, en daar redden we wel iets aan. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook wel geprecieerd wordt. Ja, als je dan op een moment zegt van, deze is echt goed, dan weten we ook wat dat waard is. Ja, dan is het ook echt goed. Plus de vorige 37 keer dat al de rest gezegd heeft, wauw, prachtig, hoe? Ah, dan heeft dat geen waarde niet meer. Hè. Dat is waar. En dat vind ik. Kun je er zelf mee omgaan als iemand... Heel erg. En hoe harder, hoe liever. Ja. Ja. Okay. Natuurlijk is het niet leuk om te horen dat je werk op niks trekt. Maar dan weet dat wat werken. Dat kun je ook zo beter maken, inderdaad. Hè? Ja. Als je naar iemand iets doorstuurt en die zegt, ja, het is goed, daar heb ik echt geen fluit aan, dan stuur ik ook gewoon niks niet meer door, want je weet wat dat antwoord is. Ja. Dus ja, nee. Zwaar. Dat mag zeker en vast. Iedere feedback is welkom. Het moet wel iemand zijn die weet waarover dat gaat. Ik heb het moeilijker met mensen, bijvoorbeeld als ik dan een opdracht maak voor zo de VZW of weet ik wat, van die gasten die geen fluit kennen van video en die dan een hele ronde feedback sturen waarvan dat je denkt, ja, maar deze maakt echt mijn video stuk. Want hetgeen wat ik doorgestuurd heb, is gewoon het beste wat met de middelen kan gemaakt worden. En daar kan ik moeilijker mee om. Als iemand aan u komt uitleggen dat je een job moet doen, zonder dat hij echt verstand van zaken heeft, dan vind ik het moeilijker. Dan moet ik mij echt zo overzetten. Zijn er bepaalde onderdelen binnen uw capaciteiten dat je nu hebt, waarvan dat je vindt van, dit moet ik sowieso nog bijschaven? Dat is dan vooral technisch. Maar gewoon... De reden waarom dat ik aan Arafi zou willen verder studeren, is omdat hij de kans biedt om te oefenen en uit te proberen. Als je een job, als Nieuwsblad mij een opdracht geeft, dan kan ik niet zeggen, ik ga een keer wat proberen en we zien wel. Ja, natuurlijk niet, want dat moet ook op hun website en ze betalen daarvoor. Je kunt niet meer wat proberen en dan zeggen, het is niet zo goed gelukt, maar ik hoop dat je er toch tevreden mee bent. Ja, dan zeggen die ook, doei. We zoeken wel iemand anders. En dat is wel goed. In school is dat een soort van veilige zandbak, waarin dat je, lukt het niet, dan zijn je gebuist voor dat, maar dan probeer het nog een keer opnieuw de volgende keer. En dan weet je dat je eruit geleerd. Dat zijn ook gasten die al veel langer bezig zijn. Ik als freelancer kom met niemand in contact die het beter kan. Ik ben altijd alleen. En dus ik kan niet bijleren van iemand. Nu, met WTV daarbij werk ik soms samen met cameramannen en daar leerde wel wat uit. En dus daarvoor nog. Maar dan technischer op het filmen alleen. Wat dat journalistiek betreft, dat zit erin. Hè. Inhoudelijk dan, hoe verhalen elkaar steken, welke vragen stellen, hoe kritisch zijn. Uw inwerken in een stuk. Maar dan het technische en beeldvorming. Zodat. Ja, dat mag wel bijgeschaafd worden. Daar heb ik een aantal waar dat ik me meerdere moet herkennen. Ja. Okay. Ja, ik weet niet. Als je jezelf of weet wat dat je kunt en vooral weet wat dat je niet kunt, ja, dan... Dat is zeer belangrijk. Zijn je er klaar voor, ja. Er is niet zo zielig als denken dat je alles kunt en dan niks van bakken. Inderdaad.
Oké. Okay. Ik heb nog wel lichtere verhalen klaarstaan nu. Doe maar. Gooi ze erdoor. Ik heb gehoord, Sander. Gelezen. Dat er een liefde zal zijn voor Klaasje van K3. Mogen we binnenkort een huwelijk in onze agenda zetten? Ging het van mij, dan was ik eigenlijk al 2 jaar getrouwd. Maar ze heeft dus een lief. En dat is het enige probleem op dit moment. De Hollander. Ja, nee, ik vind dat een heel mooi meisje. Ja, dat is. Ze is wel heel erg gespierd. Soms ze is zo een havenarbeider gehaald. Zo, ken je zo dat typische Russische troeska, zo dat zit er wel een beetje in. En dan denk ik, ja, weet je, maar dat is haar keuze. En dan moeten we elkaar vrij laten, denk ik dan. Mm-hmm. In een relatie. Nee, ik vind dat gewoon een heel mooi meisje. Gewoon afgelegd. Ah. Ik ga nog eens opnieuw beginnen. Nee, ik vind dat gewoon een heel mooi meisje. Ja. Ik wil het eigenlijk een klein beetje als segue gebruiken, want allez, je moet er nu niet over schrappen als je dat niet wilt. Maar we hebben ooit keer bij een avondje op café, hebben we ooit keer uw interessante opinie over liefde gehoord. Juist, ja. Yeah. Ik ga dat een beetje afzwakken, vooral die. Oké. Okay. Anders, je moet het niet zeggen, anders gaan we gewoon door naar de volgende dingen. Oh, ça va. Ik weet niet, ik vind liefde zwaar overschat. Op zich al. Ik weet niet, ja, dat is zo. Er is geen enkel beest dat afhankelijk is van elkaar. In de zin van liefde als mensen. En dat vind ik dat zo een beetje absurd. Dat is zoiets dat door de kerk in stand is gezet. Om zo, dat iedereen een beetje zorgt voor de kinderen. Dat er toch 2 overblijven van de 7 dat je gekweekt hebt. In de tijd, in de middeleeuwen, ja, iedereen ging dood. Dus ja, dan moest er toch wel iemand bij blijven. En jij, hun er trouwt en je moet bij elkaar blijven. Zo was dat dan. En daar is dan allemaal zo wat zever bij gekomen. En ja, ik weet niet. Ik ben altijd al heel contrair geweest tegen alles. Alles wat de maatschappij ons oplegt of verplicht. Ik had het al heel erg tegen. Ik drink ook geen alcohol. Gewoon omdat mensen zeiden, ja, maar je moet dat leren drinken. En dan dacht ik, ja, nee, deze man doet er niet aan mee dan. Als het moet, doen we het niet. En dan, ja, ook, ja, met dat lief denk ik ook exact hetzelfde. En op familiefeesten, die druk die er dan bij zit, ja, hoe zit het in de liefde? Dan denk ik, ja, nee, niks. Niemand! Zo, mijn zaken. Niemand... Ja, en ook daar niet van. Ik heb gewoon niemand nodig. Ik heb nooit het gemis gehad van, nou, nu kom ik echt een man tekort. Heb ik nooit gehad. Want ik denk dat je ook heel veel vrijheid. Ik denk dat mensen dat echt niet beseffen hoeveel vrijheid dat je verliest. Ik denk dat ze dat wel beseffen. Maar dat en als ze dan nog een keer. Dat er wel inderdaad. Of, ja, dat ze wel is, ja. Vragen van dat er inderdaad dan toch. Dat er iets in de plaats komt. Gewoon ja. Seks dan. Compenseert echt wel. Niet per se seks, denk ik. Maar, gewoon, ja, en als er dan kinderen bij komen, is een heel leven stuk. Nee. Zit er bij één iemand bij een relatie, maar je wil niet praten, dus... Die zit hier nu. Vlug een berichtje gestuurd. Ik zie je raar. Maar ik ben in ieder geval heel erg benieuwd hoe dat uw leven er gaat uitzien, bijvoorbeeld over 10-20 jaar. Ik denk dat we dan echt een man hier voor ons hebben staan met de heel leuke verhalen. Ik woon in een bos en de kinderen hebben schrik van mij. Dat is al stikken en paddenstoelen in mijn broekzak. Dat zou nog wel eens kunnen. Ik heb eigenlijk heel veel plannen. Ik ging eerst pastoor worden, want die mochten dat niet trouwen. En dan vond ik dat niet eerlijk en dan wou ik dat niet doen. Ook al wil ik niet trouwen, maar dan toch gewoon omdat het niet kan. Boven. Om te kunnen tegen zijn. Een heel contraire mens nu dat ik erover denk. Maar ook zo, of in een kasteel gaan wonen, wil ik ook later heel graag doen. Maar ook gewoon of zo, als kluizenaar in een bos en zo. Een kapot huisje zo, zonder elektriek en dan zo'n bassin met water gevuld. Zo, dat. Fantastisch. Dus heb ik journalistiek gestudeerd. Ja. Dat vat het weer voor ons samen. Dat is een beetje van alles iets. Voilà. Okay. Wat was uw vraag weer? Want ik heb daar niet echt op geantwoord. Jawel, hè? Ja, de liefde. Ja, voilà, de opinie. Liefde ja, dat is het zo. Nee, voilà. Ik heb echt niemand nodig. Dus mocht er iemand van alles beginnen, dan ja, nee. Je weet natuurlijk nooit, hè, dat er toch iemand plots opduikt. Maar dan, ja, weet je, ik laat die optie open. Hè. Als ik echt iemand tegenkom waarvan ik denk van, godver, die is echt de moeite om mijn leven mee te delen. En wij zitten echt op dezelfde golflengte en wij laten elkaar de open ruimte en wij moeten alle 2 niet van kinders weten. Keigoed. En hoe sta jij tegenover vriendschap bijvoorbeeld? Is dat daar dan ook zoiets gelijkaardig van, dat je niet te hecht
hard hecht aan vrienden? Of maar sowieso, ja, maar zeker al fysiek ben ik al zeker geen knuffelaar of geen plakker of zo. Mm-hmm. Ja, vriendschappen, ik weet niet. Ik ben al een vrij oppervlakkige mens, zeker op dat vlak. Dus ik denk dat vriendschappen automatisch ook zo zijn. Weinig diepgang, dat is nu ook niet. Ik hou van die mensen, hè, zeker en vast. Maar het is niet dat ik daarmee... Ik weet niet. Een week gaan spenderen. Jawel, dat zou ik dan wel doen. Ergens gaan kamperen, dat is toch, ik weet niet hoe cool. Dat is dan weer die uitdaging, dat er dan waarschijnlijk... Ja. Ja. Die grenzen verleggen. Ja. Ja. Dat is als een soort van compagnon de route. Zo degene die ja, naast u zit in de rallywagen om de weg te lezen. Iemand waar dat je op kunt terugvallen en iemand waar dat je... Nee? Ja. Zodat je niet alleen doodgaat. Ja, er moet toch iemand in de mist zitten. Ja, de pastoor, hè? Ja, het dan bestaat al niet meer. Ik heb nog 3 kleine verhaaltjes. Man, nog 3. Ja, het zijn kleine verhaaltjes. Xander neemt graag... blijkbaar alles mee wat hij kan meenemen. Zo heb je ooit keer in Split in Kroatië ijsblokken van een restaurant meegenomen in uw waterfles. Waarom, Xander? Waarom? Ja, ijsblok is een waterfles, hè? Okay. Ik neem overal op restaurant alles mee. Alles wat al los en vast hangt en dat geen bestek is. Zo suikertjes en zo dingen voor je handen mee af te wassen en ja, alles. Melkjes. Maar dat was daar schijtenwarm. En dat was daar 40 graden en we hadden flessen mee. En zo. Ik weet ook niet wat dat was. Er stond gewoon een emmer met zo allemaal ijsblokjes op tafel. En we hebben een keer rondgekeken. Ja, het zat niemand op dat restaurant. En allemaal zo keihard door dat ding geduwd. Van als flessen. Tot dat Amerika leeg was. Ik vind, je moet overal waar voor je geld uithalen. Het maximum. Fair enough. Vooral als het oorlog is. Ik denk, nu in mijn rugzak zitten nog altijd 2 ketchup-tjoepjes van de Burger King van 3 maanden terug. Dat is zo. Dat is bijna standaard, ja. Je hebt ook een eigen formule in de smul. Dat is een broodjeszaak die waarschijnlijk veel studenten in Gent kennen. De Temmerman. De Temmerman, ja. Dat zou zijn omdat je vindt dat de andere broodjes vreemde namen hebben. En dat je daarom je eigen broodje hebt gemaakt. Zoals ik al zei, ik ben heel slechte namen onthouden. Dat is wel een truc voor mij. Alles of iedereen hem gewoon een bijnaam geven. Dan onthouden we dat veel gemakkelijker, omdat dat met je gevoel of iets verbonden is. Dan gewoon die losse naam. Ik weet niet meer wat dat de echte naam is van de Temmerman. 2 verschillende mensen hebben het gezegd. Dus, ja, I know. I know. Man, ik heb ook elke keer de Temmerman besteld. Tot de volle 3 keer. Ja. Ik weet ook niet meer welk broodje dat was. Ik denk sowieso maar bacon. Met bacon voor de mensen die... Bacon. Iets beter. Zo wordt dat eigenlijk echt uitgesproken. Bacon. Dat is echt een flabby grap. Met bacon. Ja, met veel vlees, denk ik. En mayonaise. Nee, ja, want ja, heel veel mensen bij ons hebben zo de Robin en die heet dan Robin. Maar dat moet eigenlijk ook je ogen toe doen als je thuis bent. Robin. Dat is wel echt belangrijk bij zijn bijnaam. En dan hebben we Chimie. En dat komt eigenlijk van Madame Eclair. Dat was in ons eerste jaar hadden we daar Frans van, die met een dikke arm. Ik weet niet of je er ooit Frans van gehad hebt. En die kon... Een dikke arm. Goeie beschrijving. Ik ben veel docenten Frans doorgekomen. Dus, Dat is waarschijnlijk wel last van hadden. En die kon geen eens een naam onthouden. Tegen Robin zei hij Ruben. En tegen Jamie zei hij Chimie. En dan zijn we dan ook maar beginnen zeggen Chimie. En tegen mij zei ze Pieter of zoiets. Maar dan had al niks niet meer te zien. Of dat was ook gewoon geen leuke naam om als bijnaam te dienen. Dus vandaar. En dan hebben we Laura en die heet dan Loura. Maar dat is ook een heel vreemde. Nee, zij is niet vreemd met de naam, hoe die er gekomen is. Ja. Okay. Temmerman, ja. Dus, hè? De Temmerman, ja. Goed broodje in de. We noemen het de smul. Ja. Juist. Ja. Okay. Moet wel rap gaan. Ah, ik was daar. Aan die sluiten binnenkort. Oei. Ja, okay. Ja, haast je. Haast je allemaal naar de smul. Ook uw Temmerman. Betaal onze smul, betaal ons. Temmerman. Die hebben dat dus niet, hè. Dat is ook geen echt broodje. Hè. Dat is, ik weet ook niet welk broodje dat is. Ik heb dat wel besteld, maar... Na de tijd wist hij dat wel zeker. Oh, die jongen met zijn Temmerman weer. Die elf is er weer. Dus je moet echt weten dat bestaat, anders ja, kun je dat niet bestellen. Op de kaart, ja, ja. Nee, de Temmerman. Nee, ik weet ook niet meer wat dat is zelfs. Ik weet niet of ik het opnieuw zou kunnen bestellen. Voor mij de Temmerman. Zullen we een keer aan testen? Ja.
Ah, voilà. Voilà. Oké, okay, het laatste verhaal. Het is eigenlijk iets redelijk diep. Weer al. Je kent geen spijt. Dat komt. Nee. Allee, wacht, ik ga even context geven. Ja, doe. Je had onlangs voor een filmpje moest acteren. Ja. En het lukte niet op spijt te acteren. Klopt. Omdat ik, weet je, spijt, ik weet niet. Ik vind niet dat een mens spijt moet hebben. Alles wat dat je moet maar genoeg nadenken over wat dat je doet, voordat je het doet. Mm-hmm. Dan moet je geen spijt hebben. En dan, ook al als je het gedaan hebt, dan vind ik niet dat je daar spijt moet van hebben. Ik weet niet, ik vind dat je wel moet staan achter alle dingen die je doet. Ook al is het echt heel erg dom. Ik heb wel één keer spijt gehad, denk ik. Een heel lang terug. En dat was dan gewoon voor een soort van vooroordeel dat ik had over iemand. Dat was in lager onderwijs, studeerden wij. En er was een meisje en die was heel vrij... hoe wou ik dit zeggen? Corpulent. Mag dat nog? Ja. Ja. Zwaar. Zo. Ja. En ik had daarmee direct al een beeld voor gemaakt. Dat gaat zo lui zijn en die kan niks en die zal ook dom zijn. En dat was echt de meest fantastische die ik ooit tegengekomen ben. En ondanks het feit, ik heb niks gezegd tegen haar, niks. En dan had ik gewoon heel erg spijt dat ik gewoon dat gedacht had over haar. Dat ik dacht van, Alexander, kom. Dat je zo laat beïnvloeden door hoe zij eruit zag. En daar heb ik wel heel veel... Dat is zo'n soort van raar momentje met jezelf. Ja. Maar is dat dan spijt? Dat is misschien eerder boos zijn op jezelf. Een soort van verontwaardiging tegenover jezelf. Dat je stereotypen zit te denken. Ja. Dat je zo laat doen door over de zij eruit ziet, zonder dat je daar een woord tegen gezegd hebt. Dat vond ik dan een soort van teleurgesteld in mezelf. Ja. Ja, maar ik kan me wel ook voorstellen. Allee, een moment van spijt, kan dat ook niet een moment van leren zijn of zo? Of zie je dat niet zo... Ja, ik weet niet. Ja, in dat geval. Maar ja, dat is misschien ook geen spijt. Hè. Dat is gewoon teleurstelling, denk ik dan. Want spijt is echt, ik weet niet wat dat... Ja, spijt. Wanneer heb je dat? Is dat? Als je iets op de grond gesmeten hebt, weet je, dat kun je niet aan doen. Dat is per ongeluk, zolang dat je het niet met opzet doet. En als je met opzet doet, is het omdat je erover nagedacht hebt en dat je denkt van, fuck it. Mm-hmm. En dan moet je daar ook geen spijt van hebben, want ja, dan heb je daar reden voor op dat moment. Mm-hmm. Ik weet niet, spijt vind ik een heel moeilijke. Oké. Okay. Nee, ja. Okay. Ja. Ja, dus maar dus in die video, en die komt binnenkort online, dat is zo een soort van kort film. Dat is zo, zij studeerde naar af, dan moeten wij telkens zo met twee. Ik ben zo Wouter of. Nee, ik weet eigenlijk niet hoe dat ik noem. Het kan ook een heel andere naam zijn. Ik zeg ze zijn moeilijk met namen. Ja. Voilà. Een Wouter zou bij u nog wel kunnen werken, denk ik. Ja, maar ik denk niet dat Wouter is. Ja, ik heb een vrouw en ik weet ook niet hoe dat die heet, of niet meer. Een boy. En die is zwanger of zoiets, en dat is wel heel verhaal. En dat zijn telkens zo vier regeltjes dat we van buiten moeten leren. En dan zat ik berouwvol en vol spijt, want ik had iets niet gedaan of iets, weet ik wat. En dan, dat was echt de moeilijke om daar toch even in te komen in spijt. Mm-hmm. Daar hebben we toch even moeten over nadenken. Ja, benieuwd naar wat dat gaat. Dat is een nieuwe emotie die ik nu heb. Wow. Ja. Spijt, ja, ik kan dat nu ook. Op je cv. Faken, okay. Faken. of ICV. Kan spijt tonen. Capaciteiten, première, After Effects, spijt. Spijt. Ja. Veel nodig had, nog nooit, maar ja. Gab het, hè. Het lukt, hè. Ik ben eigenlijk door mijn verhaal. Heb je zelf nog een uitsmijter die je sowieso iets wilt vertellen? Zijn er nog zelf dingen waarvan dat je denkt... Goh. Ik kan niet meteen iets opnoemen. Ik denk dat het meeste eigenlijk al is gezegd. Ja. Ik weet niet. We zouden nog een tweede en een derde podcast met jou kunnen doen. Ja, vragen nog meer mensen. Nee, wat doe ik allemaal in mijn leven? Ik weet niet, van alles. Heel veel. Mm-hmm. Ja. Zolang dat ik er mijn goesting maar kan, dat heb ik ook wel gemerkt. Ik ben heel blij dat ik freelancer ben, omdat ik heel moeilijk voor een baas kan werken. In de zin van iemand die altijd op je vingers zit te kijken. Ik doe heel graag mijn goesting. Op speelplay was dat ook. Een voorbereiding maken en dan... Ja, maar weet je... Dat lukt wel, dat dacht ik zelf. We doen wel iets anders. En jij bent ook wel een buitenkomer, denk ik. Jij mocht geen 8 uur achter de bureau zijn. Nee, dat wel. Ja, dat is ook zoiets raars. Ik heb ooit bij het Nieuwsblad gesolliciteerd voor een jobken. En, dat is echt absurd bijna. Voor wat was dat? Voor een deskjob, een 52. En ik dacht, ideaal, dan raak ik wel rond. Op het einde van de maand. En dan kreeg ik een mail terug van het Nieuwsblad. Ja, maar je gaat dat niet leuk vinden. En ik dacht, hoe kan dat nu? Ik heb gesolliciteerd. Hoe kan dat?
Dat is zo de omgekeerde wereld. Mm-hmm. Ja, maar nee, gaat dat niet leuk. Doet dat niet. Nee, doet dat niet, inderdaad. Zo klonk het. Ik was nu niet op die een dag, want die is dan uiteindelijk een dag gekomen. Mm-hmm. Ik denk dat Tisha had dat toen een beetje uitgelegd, denk ik, aan u. Ja, ja, maar ik had dat verkeerd verstaan. En ik dacht, ja, ze zei, kom een keer langs en we gaan het een keer uitleggen. Maar ik moest daar blijkbaar ook een hele dag blijven, want ik had al van alles ingepland in de namiddag. En ik dacht, ja, dan ga ik weg. Ah ja, nee, nee, moei. En ik, oh. Ja, maar dan ben ik daar toch nog zo anderhalf, nee, een soort van drie kwart dag gebleven, denk ik. Zoiets, ja. Ja. Ja, dat is gewoon een beetje wat dat is, hè, aan een bureau zitten. Ja, het is vooral, ja, het is aan een bureau zitten en... Maar dat was gewoon, ja, dat is heel grappig. Dat zij, dat een bedrijf in uw plaats gaat zeggen wat je leuk vindt en wat niet. Ja, maar dat komt ondanks ook gewoon... Ondanks het feit dat je solliciteert. Dat komt vooral doordat wij nu al wel elkaar kennen. Ik ken u en ik heb dat toen ook gemeld. Ja, ja. Ik wist van... Ik vond dat heel eerlijk. Ja. Maar dat ben ik ook wel tijdens sollicitaties. Heel eerlijk. En denk daarmee dat ik geen jobs heb. Ik ben de laatste keer door Medialaan gebeld geweest en die zeiden ook, ja, maar het is wel een jobje aan een bureau, vinden dat leuk. Goh. Iedereen, als een normale mensen zou zeggen, ja, prachtig, wauw, een bureau. Maar thuis hebben we dat niet. Schrijf me maar op. En ik had dan zoiets van, ja, heb je dat toch geen zin? Ik zei dat ook tegen, ja, zei dat je toch geen zin dat ik hier sta te liggen? Ik vind dat niet het allerbeste van de wereld. Mm-hmm. Nee, maar als daar iets beters uitvloeit, zoveel te beter. Ah ja, 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 verstaat. Dat is heel eerlijk dat je dat zegt. Ja, dat je dat geen zin voor jezelf van wijs te maken. Hè? Absoluut. Mm-hmm. Ja. Okay. Ik vind het mooi op te eindigen. We moeten ook, want een van de camera's staat op punt om uit te vallen. Ja, makkelijk, dat lampje. Voilà. Ja, er is mij eigenlijk nog maar één ding om te doen. Dat is mijn gasten bedanken. Merci, Xander, om te komen. Gratis. Vond het leutig? Wat blief? Vond het leutig? Zeg jij nu gratis? Gratis. Dat is ook nog zoiets. Dat kan ik ook Dat is voor de volgende keer. Ja. Ja. Ja, gratis dus. Okay. Dat is mijn eigen soort van manier om graag gedaan te zijn. Mm-hmm. Nee, ja, ik vond het wel geestig. Ja. Geen ik vind spijt. Zo'n gesprek is wel leuk en eigenlijk zou iedereen dat meer moeten doen. Ja. Je leert jezelf beter kennen. Oké. Okay. Nee? Want dan, op welk moment denkt je over jezelf? Nou, nooit. Dat is gewoon zo'n ding waar dan mensen nu een vraag stellen, waar je even denkt, ja, wat doe ik? Wie ben ik eigenlijk? Mm-hmm. En deze is wel iets... Ja. Dit zou een soort van therapie kunnen zijn. Ik kan iedereen aanraden. SMS, naar... Ja, kijken dan. Ja, voilà. Stuur ons een mailtje als je gecontacteerd hebt, als je geïnteresseerd Boris bent. Boris Atravage. Ja, voilà. Ja. Ja, maar merci. Heel leuk. Ik zal ook merci aan Kim zeggen. Ah, dank u. Het was een interessante aflevering, hè? Ja, en wie zei jij eigenlijk? Het had er de tijd. We zien elkaar bij een volgende keer terug. Ja, voilà, ik zie je later nog eens. Inderdaad. Ook dikke merci weer aan Maarten om onze held achter de camera en geluidsrecorder heeft te lief. Zijn. Ja. Gevangen in een relatie. Exact. Ik wist het. En ook merci aan jullie, de luisteraars, om te luisteren. Welke camera moeten we nemen? Deze? Ja, ik ga die pakken. Ik ga naar en zitten ze? Waar zitten ze? Achter de camera, zie je dat? Godverdikke ze. En ze zijn maar veel. Ja. Ja, toch wel met check vijf van ons de volle vijf, ja. Mooi jongens. Ja, die zitten er nog. Ik ga het afronden. Merci om te luisteren. Ik was Jan de Bok en tot de volgende keer. Doei.